Dag jongens en meisjes. Vandaag gaan wij deze gave Dag jongens en meisjes. Vandaag gaan we deze gave garage in elkaar zetten. En we laten er twee autootjes van afracen. En er zit zelfs een helikopter en een lift bij. Komen jullie snel kijken? Oh ja, en je weet het hè. Doe even een duimpje omhoog hier onderaan de video als je het leuk vindt. Nou kom, we gaan snel beginnen. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer iets heel speciaals vandaag. We hebben weer een gave autogarage. Ja, met een politieauto, brandweerauto en zelfs een helikopter. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we snel de doos openmaken en de garage in elkaar zetten. Oh ja, en jullie weten het hè. Vind je dit een leuke video? Druk even op het duimpje omhoog hier onderaan de video. En ben je nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet je dan niet te abonneren met dat rode knopje hieronder. Nou kom, we gaan snel de doos openmaken. Zo, kijk eens even. Dit is een grote doos. Wow, hé. Kijk even. Oh, wat zit hier veel in zeg. Kijk even hoe groot. Zo. Laten we eens even de doos omkeren. Zo, kijk eens even. Ik zie de helikopter al. Zo, kom maar even. Hoppakee. Is de doos leeg? Zo, de doos is leeg. Zo, dit is een grote garage, jongens. Kijk eens even, jongens en meisjes. De autootjes. De helikopter. Wow, die zien er wel heel snel uit. Heel gaaf. Zo. Laten we eens beginnen met de onderkant. Zo. Dat is één. Dan gaan we eens even wat stickers plakken. Kijk eens even. Zo, deze hier. Zo, dan gaat deze hier op. Kijk even, hé. Wow. Oh, dit is gaaf. Deze komt hierin. En deze hier. Kijk even, die kan zo open. Zo, kijk eens. Dit schuiven we hierin. Dan kunnen ze zo van beneden naar boven en van boven naar beneden rijden. Kijk eens even, deze komt hier zo. Zo, en deze hier. Klik. Dan hebben we hier een paaltje, die kunnen we hier onderin doen. Kijk, dan blijft hij zo stevig staan. Heel mooi. Zo, eens even kijken. Wat hebben we hier dan nog? Ja, deze gaat weer hier bovenop. Oh, kijk even. Dit ziet er gaaf uit. Komt hier. Even goed kijken. Zo. Wow, hij wordt hoog zeg. Kijk even jongens en meisjes. Daar komt hij, ja. Huppakee. Oké, dat zit. Kijk even. Oh, dit ziet er al gaaf uit toch. Kijk nou toch. En kijk eens even, nu komt nog het gaafste jongens en meisjes. We hebben zelfs een lift. En nu denk je, oh dat is met een touwtje. Maar moet jij zo eens opletten, dit ziet er heel gaaf uit. Let op, die gaan we aan deze kant maken. Zo, eens even kijken hoor. Kijk, die zetten we hier tussen zo. Die schuiven we hier tussen. En dan komt dit hier aan de bovenkant. Let op, let op, let op. Klik, klik. Oké, hier zie je hem. En daar gaan we straks een autootje in laten rijden, jongens en meisjes. En die gaan we dan zo naar boven takelen. Wordt heel cool. Oké, kijk eens even. Hebben we deze nog? Deze gaat hier bovenop. Ja, heel cool. En dan hebben we deze nog. Kijk eens even. Deze schuiven we hierin. Deze hierboven. Oh, kijk eens. Hier kunnen we straks autootjes vanaf laten racen. Oh, dit wordt zo gaaf, jongens en meisjes. Let op. Kijk, dan hebben we hier nog twee antennes. Eentje stoppen we hierin. En de andere hiernaast. Zo.
Oké, jongens en meisjes. Kijk eens even. Dan is het nu tijd om de autootjes eraf te laten rijden. En de helikopter te laten vliegen. Zijn jullie er klaar voor? Oh, dit wordt gaaf. Dit lijkt wel een soort knikkerbaan. Echt een racebaan. Oké, jongens en meisjes. Laten we eens beginnen met de helikopter. Daar komt hij. Die gaat helemaal naar boven. Komt hij. 1, 2. Kijk eens even. De helikopter kan daar bovenop landen. Moet je eens even kijken hoe hoog dat is. Maar dan is het nu tijd om de autootjes hier, om deze naar boven te takelen. En dan kunnen ze er zo afracen naar beneden. Zullen we dat eens even gaan doen? Oh ja, en jongens en meisjes, aan het einde van deze video ga ik ook nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. Dus blijf kijken, hè? Oké, jongens en meisjes, de autootjes komen eraan racen. Moet even kijken hoe goed die kunnen rijden. We gaan het poortje open doen. Kom maar binnen. Daar gaan ze. Deze ook. Oké, dan gaat hij in de lift. Let op. Kijk, en dan moeten we hier aan gaan draaien. Dan zetten we de helikopter even. Hier even neer. Let op. Dan ga ik hier aan draaien. Let op. Dan gaat hij omhoog. Komt hij hoor. Kijk even. Hé, dit ziet er cool uit. En dan kan hij dus op deze etage stoppen. Hij kan hier stoppen, maar hij kan ook nog door. Kijk, dan ga ik draaien. Dan komt hij helemaal omhoog bij de helikopter. Kijk eens even. Ja, daar is hij. Helikopter kan weer even weg. Kom er maar uit, autootje. Zo, kijk eens even. Hoppakee, daar is hij. En nu wil je natuurlijk gaan zien dat hij naar beneden gaat racen, jongens en meisjes. Daar komt hij. Zo. Oké, zijn jullie klaar voor het racen? Oké, jongens en meisjes. Kijk eens even. We doen het poortje omhoog. Daar komt de snelle sportauto aan. Let op hoor. Dan gaan we hem loslaten. Hou je vast. Daar komt hij. Zo, zagen jullie dat, jongens en meisjes? Moet je even kijken. Joehoe, dat gaat snel. Oké, jongens en meisjes, dan gaan we nu nog even de witte auto eraf laten racen. Kijk, dan laten we de lift even naar beneden zakken. Naar de witte auto. Zo. Dan kan het witte autootje erin. Zo. Kijk even. We gaan weer even draaien. Zo, tot de eerste etage. Kijk, dan kan die hier eruit rijden. Zo, let op, daar komt die. En zullen we de witte hier ook boven nog even af laten rijden? Komt die hoor, jongens en meisjes, daar gaat die. 1, 2. Joehoe, dat gaat snel hè. Zo hé. Nou jongens en meisjes, dan is het nu tijd voor de groetjes. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Mila van 2 jaar uit Stadskanaal, Jordi van 4 jaar uit Stadskanaal, Fleur van 5 jaar en Sam van 3 jaar uit Velzenbroek, Dominique en jongens en meisjes, Dominique is gek op Tante Pres en krokodillenklei, Jax Hendricks van 3 jaar uit Helmond, Renske van 5 jaar uit Grevenbicht. Laurens van Bijsteren van 5 jaar uit Harderwijk. Sophie Horstman van 5 jaar uit Tungelrooi. En jongens en meisjes, Sophie is al bijna 3 jaar fan van de speelgoedmeneer. Hé, hey, superleuk dat je al zo lang kijkt, Sophie. June van 4,5 en Lily van 1,5 uit Essen. Jens van 9 jaar en Nika van 11 jaar uit Neder-Asselt. Mees van bijna 4 jaar uit Woubrugge. Alvast gefeliciteerd, Mees. Nora en jongens en meisjes. Nora is een beetje ziek. Nora heeft de windpokken. Dus de speelgoedmeneer wenst Nora heel veel beterschap. En je wordt vast snel weer beter, Nora. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Lef van 5 jaar en Bink van 4 jaar. Nael van 3 jaar. Lincoln en Spencer,
Naomi van 4 jaar en Tobias van 1,5. Ize van bijna 6 jaar uit Uithoorn, want jongens en meisjes, aanstaande woensdag wordt Ize 6 jaar. Alvast gefeliciteerd. En ze wil ook graag de groetjes doen aan Alicia van 3 jaar. Zo jongens en meisjes, en heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan deze video via die link jouw naam in willen vullen. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond hier onderaan. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!